Nou. Weet je wat nou het ergste is? Goedenavond, wel geen beginnen, maar weet je wat nou het ergste is? De mensen die al 65 geleden winnen, die heulen jullie het meest nog. Die hebben een haalbaar van de wereld zo zijn. Hij heulen. Ik ga zitten. Nou, kijk hoe ze zeggen dat we een beetje aan het oefenen. Dus wij leven het huis op de neer. Dat is een feit voor nu. En dat doe ik ook in niet. Ja, jij doet het teugenswoordig overal of niet? Ik volg hem met een winkje buiten. Jij houdt me vestje buiten. Het is een winkje buiten. Geen gezicht hoor, maar ja, vooruit. Goedenavond allemaal. Nou? Ik ben nou al te hot of een gejekker. Nou wel, ja. Je bent er al brood natuurlijk. Ja. Bak hier zit. Koffie zit in, dat loopt mij zo heilig. Dan ga je daar maar bol aan heen en dan, ja, doe maar. En dan de hele tent vol. Taat je graag het appen drukker. Hey. We moeten uitbreien. We moeten uitbreien, ja. Nou, je het zeggen over uitbreien, hè? Nou, toch eens even. Kijk, gisteren ben ik op bezoek geweest bij onze Jenny. Ja, ik ben bij onze Jenny geweest. Ik met Karel weer een beetje koffie drinken, daar had ik nog geen tijd voor gehad. Maar Karel had me ook al een keer een vreugde, dat weet je, dat heb ik al eens een keer al verteld. Ja, dat zei je. Maar ik dacht, ik ging eerst eens even met Jenny praten. Nou man, gistermiddag om 11 uur stond ik bij haar op het gemeentehuis, wij binnen dan. Nou, eerst even samen een bakje erin. En toen hebben we eens even zitten praten en ze zei toch, wat brengt jou eigenlijk hier toe? Ik zeg, kijk, ik wil het eens eventjes overal met je over hebben. Ja, er gebeurt zoveel daarop. De hele haven is een hele consternatie natuurlijk. He? Want het nautisch kwartier, allemaal gedaan. Dan heb je die hoge hoed die aan de beste vaarsteert. Waar die Van Eyl, zo'n discotheek, zo'n huppelcentrum met die dero. Maar wat nooit van de grond komt natuurlijk. Ja. Ik zeg, wat moeten we hier nou eigenlijk mee? Ik zeg, dat huppelcentrum, dat wordt nooit wat. Dus, ik heb er een heel aard idee over. Ja, ik ook. Ik ben er al mee bezig geweest. Nou, ze zei, luister eens, ik ben eer en al oor. Ik zeg tegen haar, weet je wat we moesten doen? Ik zeg, van dat huppelcentrum, daar moesten we een mooi theater van maken. Ik zeg, in Derp hebben wij eigenlijk helemaal geen theater meer. Nee, niks. Ik zeg, ja, ze zegt, ja, die binnen allemaal weg is. Ik zeg, juist, dat is enkel maar om de knip te spekken van het Derp. Ik zeg, wel, maar de drie in Engels, dat was een prachtig theater. Ik zeg, maar ja, dan moest er in één keer flats komen. Ik zeg, dat leverde centen op. Zo was het. En toen hebben ze van Armeu, hebben ze bijna een theatertje gemaakt in die bioscoop. Ik zeg, maar jij niet wees nou even eerlijk. Dat is heel hard niks. Het is heel hard niks. Ik zeg, want grote gezelschappen zullen er nooit komen. Ik zeg, want je moet je decorstukken, dan moet je naar boven toe. Ik zeg, wij komen dan met een klein aanhangertje. Er staat een lift in, dan moet je al je rommelderij opgooien. Nou, dan moet je het erboven uitpakken. Die gasten die komen met grote trailers aan. Ik zeg, je kan er nergens wat kwijt. Ze zegt, wat voor een idee heb jij dan? Ik zeg, nou, laten we dan naar die beste vaartuig in. Ik zeg, laten we dat nou geen verbouwen tot een theater. Ik zeg, dan gaan de grote gezelschappen er komen. Parkeren we de deur. Juist. Ik zeg, en ik weet het al, hoe we het tot erin maken. Ik zeg, we maken het in de kleuren van de huizenvlag. Die mooie grote bolle ding van boven rood. Vier melkmeisjes. Ik zeg, dan is Henk ook tevreden. Nou, dat zal die gelukkig mee wezen. Vier melkmeisjes erbovenop. Zeker vier. Ja. Nou, dan de onderkant geel. De kozijnen weer rood. Nou, ik zeg, daar komt iedereen al daar binnen en zegt, moet je kijken wat het eerst is. Nou, ze was eer en al hoor. Kijk, en het hebben grote letters ontwaakt er bovenop. Uiteraard. Nou ja, één rode letters natuurlijk, want daar binnen de rode kleur. Rode binnen, ja. Zo is het wel. Het rode zoutje vierde vrouw in de hoogtijd. Ja. Nog denk, maar vooruit. Ja, nog steeds, ja. Ja, Fons die zei het wel dat wij een beetje CDA-rig binnen, maar we winnen eigenlijk een rotzootje. Maar zo is het eigenlijk wel. Van origine wel, ja. Ja, dat is niet hard. Maar goed, ik heb nog eventjes over dat, over onze, ook bij AHA heb ik ook zitten praten, over allerlei dingen. Die kunnen ze ook een einde meer geven, ze zitten, maar ja, de tijd is nog niet rijp. Nou, dat weet je wat komen. Het is met die trommel? Ja. Het bestemmingsplan moet verengd worden. Nou, dat is ook al bezig. Ja, maar dat is nog niet zo mogelijk.
Nee, ja. Dat is niet zo mogelijk. Kijk, meid, wat we gingen even. Jij weet zelf wel wat er hier ook gillende geweest is. Ja. Wij hadden vroeger hier ooit toestemming om hier aan de Veurkijk een stuk erbij aan te bouwen. Ja? Nou ja, het voormalige bestuur was niet zo slim en toen hadden ze de centjes nog niet op tijd in orde en toen gingen ze wachten om te gaan bouwen. En toen zei de gemeente in één keer, want wij gingen het bestemmingsplan wijzigen. Ja? En toen mocht er aan de Veurkijk niet meer aan de bouw worden. Dus een bestemmingsplan wijzigen, dat is niet zo moeilijk. Nee, nee, ja? Als ze maar willen. Ik bedoel, als de gemeente heeft gewonnen, een hoed is het ons zo in de rond te draaien. Huppatee, wijzigen die boel. Zo werkt dat bij de gemeente. Weer uit, ja? Ja, dat is niet zo moeilijk. Moet je eens kijken wat ik nou heb. Een bril? Ja. Moet hij slecht nog? Nee, een mot lampen erop. Ja, moet je er niet kijken. Ja. Nou, kan ik zo op een blaadje lezen, lampje erbij. Nou, kerel, moet je toch eens kijken wat er gedoe. Dat had je nog nooit meer gemaakt, natuurlijk. Nee, dat is wat. Ja, dat is wat, is zo. Ja, moet ik er voor jou een keer regelen? Heel erg, jammer, ik moet wel mijn sterke glazen, dat zie ik nog niks. Oh, ja, jij bent meer simpel, ja. Ja, dat hij zei dan, ja. Nee, het is gewoon maar een onnozel leesbrilletje, maar die lampen, dat is wel sterk natuurlijk. Maar we zitten eigenlijk wel met een hoop volk. Ja, bijna hoor. Ja. Dat is gezellig. Ik dacht vanavond toen ik hier binnen stapte, ik denk, jongens, geven we nou kippen? Ja, dat is net zo krap. Nee, ik dacht, geven we nou kippen? En weet je waarom ik aan moest denken? Nou, zeg, dat is beter. Man, ik zag gewoon een eerste, die zag ik steen. Oh, hier ook. Ja. Papa? Nee, man, Dirk is in die stuk hier. Ik denk, nou, dan geven we kippen hier op de avond. Ja. Ja, Dirk, het is jammer, maar het is nou heel zo. Ja. Ja, die komt ook eens een keer kijken, man. Nou ja, dat is toch hartstikke mooi. Ik hoop dat hij mee komt kijken. Ja, en misschien komt hij nog een keer ook. Zeg, heb jij een beetje groene vingers? Groene vingers? Ja. Nou, ik heb naar de schilder de laatste tijd. Nee, dan kan je een beetje met groente omgaan. Met groente omgaan? Ja, de voedselbank namelijk, die vraagt mensen die in de tuin... Ja. Willen nou, ja, weet je, is... Ik heb er jou opgegeven, ik denk dat... Had je mij opgegeven? Ja, ik denk, vecht voor jou. Dan kan je zeggen, nee, daar ben je gek op, toch? Ja, dat is waar. Ik denk, nou, dat is mooi. Je weet dat ik zat te zitten, hè, in mijn leven. Nee, hoor. Ja, denk dat ik, nou, dat is er een die... Dat bedoel ik. Voor hem. Ja, ik heb mijn uiterste beste met in de deur. Ja. Had jij eigenlijk nog een blaadje aan het lezen? Nou, ik zie hem net pas. Je ziet hem net pas? Ja, want ik was met Koninginnedag zat ik, ik in Derp. En ik je was in Derp? Lezen. Oh. Ik was met Ali van Bert met de kerren, want het lopen ging net. Ik denk met de kerren tik, tik, tik en iedereen gaat aan de kijk. Dat is makkelijk. Ja. Zweerlamp erop? Nee, dat had net. Oh, vroeger had je altijd zo'n zweerlamp op je auto. Vroeger. Ja, nou ja, maar dan kan je toch ook op zo'n kerren zitten? Nou ben ik bezadigd, rustig aan. Wel, heren. Een smidje die bezadigd is. Oké, je voorstellen? Nou, weet ik niet hoor. Je wordt steeds kalmer. Denk ik. Het is toch ongelooflijk? Ja, dat hoor ik van een harte mensen. Geen herring. Nou ja, ik bedoel, ik heb een aardbeeld van je, maar goed, het is natuurlijk... Nou, dat maar voor je. Ja. Beter. Is dat beter? Nou, goh. Het woonzorghuis van de oude pastorie wordt ook opgeleverd. Dat nou, is ook... het ziet er knap uit hoor. Ik moet zeggen, dat... je bent nou met de tuin bezig, maar dat ziet er wel netjes uit. Het is verschrikkelijk netjes. Ja. Werkelijk waar. Ja. Het is echt... Ik denk nou, ze besteden toch een keer aandacht aan het oude dorp. Ja. Hadden we tot de tijd in de jaren 60 en 70 met de mensen in de gemeenterit had, deed er nou binnen. Ja, maar er zat een haas bij en die... Ja, maar die haas die is van de jaren 90. Nee, dat is haas. Ja, die wou slopen, hè. Ja. Maar goed, het is in feite heel netjes. Het is vreselijk netjes geworden, werkelijk waar. Dus we komen er misschien ook nog wel eens terecht. Nou, samen in één huis, dat wordt niet. Heb je ook gelezen dat je berucht kan in een einde? Ja. Maar ja. Nou. Ja, wacht even. Denk ik dat je lekker. Ik maak ze zelf ook altijd eens worden, die dingen. Van oud steigerhout. Vroom, wat je bij Piet Kriek. Ja, ik waar, hartstikke mooi. Bij Piet Kriek moet werkelijk je waar. Kisten maken. Maak ze veel mooier als die Piet Riek de dingen. En die binnen goedkoper als die 1100 euro's wat ze eraan moeten betalen. Hoor. Ho, ja, dat binnen luxe kisten.
Die Piet Rieter Bijnen. Ik heb het over een kist in mijn asje, lief zeg. Nou ja, bangen wel. Er komt toch een dag dat we aan de beurt binnen hoor. Oh, je het winnen nog keren. Ja, dat is waar. Ja. Maar goed, ook stevig. Dat is net zo makkelijk als de kraaien de beurt winnen. Dan gingen we ook allemaal van paardje op een gegeven moment. Ja, ik bedoel, dat steekt gewoon wijs. Maar die rebel heeft het toch knap voor elkaar? Want hij heeft het knap voor elkaar. Vriendelijk. Ja, dat is tegenwoordig geen katoen meer in de kist. Dat is mij goed, dan moet weer afvulling. Hij is wel goed bezig. Waar maakt hij het nou van, hennep? Ja, dus, hennep is ook wel redelijk. Ja, nee, ja, daarom, dat bedoel ik. Op verschillende plakken kweekt hij het al, lekker lezen in de krant. Oh, nou, wacht even. Oh, dan binnen de verschillende zolders waar het al op gekweekt wordt. Ja, nou, hangel. Hoort de meent daar ook weer in. God, een paar plantjes. Je mag niet eens een paar plantjes meer nou zijn. Ik zit nou zo de mensen eens te bekijken, weet je wel. En er zit meneer, de oude zit er ook, weet je. Gerrit zit er ook. Ja, Gerrit. Gerrit zei, hij zegt, weet je dan van mij een verhaal? Ik zei, natuurlijk weet ik van jou een verhaal. Kijk, wat hele derp weet je, dan doen ze wat een verhaal. En zal ik je vertellen, in onze jonge jaren, in de jaren, goed, wanneer is het geweest, had je op een gegeven moment, zouden er hier een derp, zouden er op zondagmiddag, zouden er provo's komen. De bomen zouden ze wit gaan schilderen. Nou, wij stonden op een gegeven moment op een heel koppel, jongens, en met een man of 30 stonden we wel bij IJsselon, met IJspaleis. Dat was dood over een snackbar. Dat was de eerste snackbar die op zondag opging in Derp. Nou, het was een consternatie, niet in Tokio. Werkelijk waar. Ik denk dat het CDA toch heeft liggen rillen. Ja? Ja, nou, nee, we hadden tot de tijd nog de CAU en de ARP in die tijd. We hadden nog geen CDA. Maar goed, die hadden wel zitten rillen natuurlijk. Maar wat wil het geval? Al wat kwam, geen provo's natuurlijk. Want ze zouden zo gezegd in Blijdekum eens eten nemen op de Woensberg. Maar niemand kwam. Toen kwamen op een gegeven moment wel twee polities, die kwamen eraan. Jongens, eruit. Geen verzameling natuurlijk, hè. Op de Lindelaan. Plaats nou, zeker, hè? Nee, die kwam even later. Oh. Die kwam even later. Nou, het hele zoutje zo over de Centuurbaan heen. Weer naar de Nieuwe Kerklaan en weer rond naar de baan. Nou, dat is het hele koor. Ja, wij zijn nog met z'n tweeën. Ja. Nou, toen op een gegeven moment, Wil komt eraan. Reinier Keutel. Reinier Keutel. Nou ja, Bol heet hij eigenlijk dan wel, maar ja, voor de insider zit gewoon Keutel hier in Derp. Mol zeggen, weet je nou niet. Nee, dat weet je, dan heb je binnen zoveel mollen. Nou, gewoon Keutel, dat weet iedereen. Ja. Nou, die ging stofsteen kijken. En wat er wel aan de hand was, op zijn bromfietsje zat hij. En toen komt die smeris, die komt in hem toe. Hij zegt, wil je even gauw wegwezen? Nou, hij zegt, moet je luisteren. Ik zit hier even op mijn bromfiets, even uitrusten. Hij zegt, ik ben even aan het kijken. Mag dat geen eens meer? Hij zegt, ik wil dat je nou weggeeft. Maar hij doet zo tegen Reinier en die rolt zo pardoes over zijn bromfiets hier. Nou, die is ding ook Aartje Bommel. Aart Molenaar, van zijn gewone naam. Hè. Geen smidje hoor. Nee, het is geen smidje. Nee, maar dat is weer een bommel. Ja, jij bent een gewone smidje. Je krijgt zo'n naam echt aan, hè? Deze heid, hij zit een potje tegen mijn doel. En die liep in hem toe. En die politie die wilde hem een schop geven van hier tot de gunder. En die bommel die pakt hem zo bij zijn poot en die trekt hem zo helemaal de Lindelaan over. En hij zo, je poot erachteraan, weet je wel. Mijl, mijl, dat was een zootje. Dus dat was het begin. Nog geen 10 minuten later, daar kwam de heilie aan. Mot inspecteur Vlijmscherp, politie plat in het bekje. Ja. Gummiknuppelgleer. Nou, over het trottoir heel en sling die plat, hup, wegwezen. Ja. Dus dat hele koor dat ging weg. Nou, op een gegeven moment ben ik met Mot Pieter Snees ben ik meegegaan, want hij was jarig en daar ben ik bijna thuis geweest. Toen was het 11:00, toen zei hij van nou we gaan toch even, of 10:45 was het, op zondagavond, warm weer, we gaan toch nog even kijken op de Lindelaan wat er aan de hand is. Die stungen we ter hoogte van de baan. En een koppel, jongens, dat was heel geweldig. Nou ja, wat zullen we uithalen?
Boerdenaalde, hij woonde achter de baan, grote hooiberg. Wat dacht je wat? Wij allemaal hooi uit die hooiberg halen, midden op het kruispunt, en dat touw in de fikken steuken. Nou, Tatje, dat was geweldig. Het was een indianenvuur. Toen op een gegeven moment, die komt Gerrit Pierwaaien, die komt eraan. Gerrit Westlank van de Berg, de Keesboer. Gerrit Gres. En nog een paar van die kadetten. Nou, die zeggen dat hele kampvuur hier dan natuurlijk. Nou, die Gres die was al helemaal licht ontvlambaar. Ja. Die begon gelijk aan het verkeersbord te rukken en te trekken. En ja, die lag plat over de streep hele. Gerrit zijn vader was niet blij natuurlijk. Nee, dat was natuurlijk in de lameraal. Ja, die raakte zijn hooi kwijt. Maar goed, op een gegeven moment, ik zeg tegen die Gres, ik zeg eigenlijk moesten we de steen naar de streep gaan halen. Ik had het nog naar de zijdenstuk. Nou, dan had hij de twee te pakken. Nou, toch, wij zijn achter elkaar ratel. Hè? En die kwam op een gegeven moment, Piet van Driel, die kwam eraan rijden, de burgemeester. En Piet van Driel, jongens, willen jullie er alsjeblieft mee ophouden, want zo kan het niet langer. Nou, hij had het nog net als uit, of de bak zit met die vleugel in die blauwe, lichtblauwe Mercedes die hij had, die vleugel in het ook. Hij is een haast van deur. Ja, even later stond er wel 30 man politie op de street. En toen was het heetste bal uit het hero. Dus dat was het verhaal over Boerdenhout. Ja, dat weet je allemaal nog wel, hè? En ook steven uit de street ook nog. Kijk, dat bedoel ik. Zulke vreselijke jongens wij zijn dat ook in de jonge jaren. Dus dan werd het ook al Badraven, die slechte. Badraven, werkelijk waar. Nou, wie meer dan? Bel, nee, ik maal dat. Hé, hey, ouwe, wat wil je mekken dit? Denk ik maar zo. Hij heet het. Geef hij geen zin om in de ruimte om de bak te meten. Ja, ja, ja. Nee, ja, jij bent nog heel blag aan. Nee, ik zit net even te kijken zo, ja. Huizen zetten reserves in voor extra investering. Oh, dat is voor die kant. Ja, natuurlijk. Oh, is dat voor dat ons? Oh, kijk, hè, bij Schansen. Ja, je weet wel half wat er allemaal gaat gebeuren natuurlijk in het erp. Ja. Had je dat te lezen? Dacht je wel eens bij uitstek een slecht weervoorziening? Nee. Nee? Wat is dat dan? Nou, dan kan je in je blote kont in borst lopen. Ja, oh. Werkelijk waar. Kijk. Lijkt me nogal frisachtig met dit met dat weer hier. Ja, nou ja, ze zeggen toch in de waterbanen door een hele hoop mensen dat. Ze willen de Trappenberg in verbouwen. Een beetje krap weer naar buiten. Ja, dat wordt pinkeltje hoor, ja. Werkelijk waar. Niks. Allemaal van die idiotisch natuurlijk. Werkelijk waar. En waar gaan ze dat doen dan? Nou, de Trappenberg, dat gaat verhuizen. Dat gaat weg, ja. Dat gaat weg. Ja. Dat gaat naar Hilversum. Ja? 2016 moet het wegwezen, ja. Ja. Ja, nou kijk, en er is nou een bedrijf gekomen, dat is de IWR, IWR heet dat. En die willen het hele plan, willen ze er gaan kopen. Zo. Ja, en daar willen ze gewoon een heel groot wellness gebeuren van maken. Dus dat wordt luxe? Ja, dat wordt luxe. Kijk, hè. Dus jouw vergiem in de Urkto om er in je blot te komen. Oh nee, Urkto doet het tijd. Nee, de binnen is een beetje te fijn, ja. Zou ik niet nee, zou ik niet doen? Nee? Nee, ik denk dat je daar met de, van een koude kermis thuis komt. Oh. Dus jou kan hem niet fijn dat de heer omrengt in het bos? Nou, het ligt aan het weer. Lijkt aan het weer. Dat kan wel weer, ik moet er niet aan denken. Hè? Ik dacht dat het een crematorium zou worden. Een crematorium? Nou, ik vind dat wel een goed idee eigenlijk. Nou, ja. Nee, dat zouden ze verderop doen. Op Krailo toch, binnen ze mee bezig. Of in een nest op die punt. Krailo. Ja, een crematorium? Ja, maar dan heb je gelijk voor het hele gooi te pakken. Ja. Mooi verdeelpunt. Laren, Blarikum. Ja, natuurlijk. Dat moet je op die grond van dat Romse zeutje doen. Nou ja, goed, het Romse zeutje, maar dat hadden ze vroegere zijt. Vroegere zijt op een gegeven moment, dat zal ik je nog een keer een verhaal vertellen. Dat ging over, kwam ik bij mijn vroegere school, nou al even over de vloer. En die had dan op een gegeven moment, Klaas de Koerup, die kwam weer op visite. Nou, die Koerup die zei, hij zegt ditje tatje, hij zegt ik snap er heel hard niks van dat jij die jongen huis wil nemen. Hij zegt, het enige wat bij mij net over de vloer komt, ja, daar binnen
zwetten, roomsen en zuidvogelsminsen. Nou ja, ja. Ik ben van het lezen, weet je wel. Dus ja. Ja, dus die koe, dus ja, dat is een heel groot hip natuurlijk. Zie je dat? Leert die meid me schuiven? Ja, dat gebeurt hierdags. Ja. Leert die meid me schuiven. Nou, jij met het een of ander van Myanmar, kan jij je al een beetje oplichten wat er allemaal gaat gebeuren? Nou, niet zoveel hoor. Nee, niet zoveel? Ja, het is een beetje, het is een modern stuk, hè. Oh. Het is een beetje niet zo oud. Is het een beetje losbandig? Nou, er komt een meisje van licht eens eten in. Oh, hé. Hey, maar ze heeft wel een huizenjek aan, dus, ja? Ja, het gaat niet. Maar ja, het huizentoneel natuurlijk ook maar... Vroeger knepen ze de kat in donker dan zijn huis natuurlijk. Ja, vroeger had je donderdagavond, had je konkiesavond. Ja. Ja. Ja, maar dat was een algemeen feit natuurlijk in Derp. He? Dat ja. Wist iedereen, donderdagavond, konkiesavond. Zelfs buiten Derp weten ze het. Nou, kijk, dat bedoel ik. Dus daarom eigenlijk is het geen modern stuk. He? Het is eigenlijk over het vroeger ook als een beetje erin zou hebben. Het is, nee, daarom. Ja. Dus, nee, het is wel een leuk stuk. Het is wat aast. Hij is aast. Ja, vroeger liepen we altijd de stukken te spullen en wij gingen het altijd over een erfenis. Ja, nou ja. Die erfenis die wil je ook wel een keer zat. Nou ja, het is wel makkelijk natuurlijk, maar... Nou ja, kijk, dat kan streden worden natuurlijk. He? Ja, nee, maar dat is van het jaar. Nee, van het jaar doen we, maar het is wat aast. Nou ja, dat is eigenlijk toch hartstikke leuk. Heb jij die oude foto's gezien? Nou, er was één man die. Daar hoefde ik nog van eerst niet de namen te kijken. Toen zag ik gelijk al. Ik oh, denk, ja, hey, die stond met de kou. Die stond met de kou, ja. Ja! Ja! Dat viel gelijk op. Heel. Die rij je ook een van de smitjes. De smitjes in mijn overhang. Ja, nou, dat bedoel ik. Die hele drukte weer vanavond. Ja, wat ben je laat? Wat had je deelt, had je? Ik ben er niet bezig met. Oh, je was ergens mee bezig. Ja. Nou ja, dat kan natuurlijk. Ja. Dan is het heel belangrijk geweest, hè? Want je komt een aantal geregeld tijd hier. Ja, dat moet wel heel belangrijk wezen. Ja. Het is nog een bekende neus, dat is het daar. De havensteed is ook open. Nou, die havensteed die leidt er al jaren mee. Allee, hè? Allee. Oh, is nou een allee? Allee is het te worden, oh. Ja. Nou, ik vind wel dat het opgeknapt is hoor, dat moet ik wel zeggen. Dat is wel netjes geworden. Dat oude zootje van de bladen, dat is nou een beetje aan het ontoren. Ja, aan de nummer 1,2 miljoen, dan komen we uit op 2,1 miljoen. Ja, maar, ja, dat is... Ja, maar dat maakt allemaal uit hier en daar. Dus ja. Dat is een zoot houtje. Hey, komt dat door dat ophouder is, door die roofvogel? Nee. Oh. Ze was dat vergeten. Oh, ja, maar ze vergeten altijd wel wat. Ja. Ja. Eigenlijk is het wel makkelijker voor de gemeente te werken, want bedoel, je kan dan altijd overschrijden. Want... De mensen konden naar bij de auto komen, maar ze moesten natuurlijk grijzen lopen. Dus ze moesten allemaal paaien, man. Ja, nou ja, dat kost weer extra. Dat stuk komt naar bij. Nee, nee. Nou, die aannemer die heeft ze natuurlijk eigenlijk helemaal rotte legt. Die lag ze toch? Ja. En toen even schrijven met een hark. Ja, natuurlijk. Eerst moet je dus krap inschrijven. Wij werk levert dat het op de eerst, zelf ook. Eerst moet je, eerst moet je krap inschrijven, weet je wel. En dan, ja, en dan komt de hoofdprijs. Ja, natuurlijk. Ja, zo werkt dat. Dan is het uiteraard met je geluid. Huppatee, vullen die zakken. God, moet je toch eens kijken hier op de veupagina. Weet je hoe we het hum noemen, vroeger? Klaas. Klaas Hitlersnor. Echt waar, joh? Ja, eerlijk waar. Ik ken hem net als Klaas Hitlersnor. Ja. Klaas die had van jongs af aan had hij zo'n snorren, weet je wel. Hij werkte heel vroeger werkte hij bij Theo Kos. Ja. Ja. Ja, dat is wel een lange lien, hoor. Ja, maar hij is een begunner aan de hele industrie. Ja. En toen later is hij verhuisd naar de Botterstreet. Want die had Theo Kos ook zijn... Zijn keuken fabriqueert die er had. Ja. Maakt die keukens. Dit de brand van die boerderij is tegen kosten in de fabriek gebouwd. Ja, ja. En de boerderij en de brand te stelen? Ja. Aan de Eiludestreet? Voor in de mond Amsterdammers, een achtermin, was een mijnenmakerij. Ja. En toen de pikken vleugelen en toont. Tegen kosten in de fabriek gebouwd. Ja. Oh, die boerderij die heeft te stelen aan de Botterstreet. Weet je niet alleen? Ja, nee, dat weet ik niet. Nee. Nee. Kijk, jij bent een paar dagen ouder en jij bent altijd bij de brengt weer gezeten, dus je weet natuurlijk wel wat de hele dag ervan. Ja. Ja. De meeste pyromanen zitten erin. Ja. Nou, is dat waar, Dink? De meeste pyromanen bij de brengt weer zitten? Ja. Ja? Ja.
Ik bedoel, kijk, jij weet er een hoop van daarop, hoor. Dus nou, je mag er wel eerlijk voor uitkomen, hoor. Dat geeft niks. We gunnen niemand, dat brengt niemand, we komen weer. Ja, dat geloof ik al zijn leven. Dat geloof ik al zijn leven. Tjoh, joh, joh. En dat was dus weer wat met die grote slangen. Nou, het geldt het dicht met vullen. Maar toch geen zin in dan. Nee? Wat dan uit? Vanwaar spart de puur binnen. Oh. Maar waarom leidt hij binnen dan? Mag je meer, hè? Oh, vanwege de veiligheid. Ja. Nee. Mag je hier draad halen, mensen wel? Oh, je mag in één keer nog mensen eruit halen. Oh, daar maak je wel die binnen toe. Als er geen mensen meer bij zijn, dan moet je het maar nog laten brengen. Nou, steeds gekker. Kijk hier joh, leerlingen van de parel krijgen les van de koninklijke landmacht. Ik wist toch eerst dat ze 200 jaar al bestuurden, de landmacht. Wist jij dat? Steeds maar grote letters op de bus, Nederland 200 jaar is de landmacht. Op de bus? Ja. Werkelijk waar? Ja. Op de 310? Nee, op de 212. Op de 212. Ja. Gewoon een grote bus, ben je helemaal oranje, maar Nederland 200 jaar. Oh, nou, ik heb kitten naar te zien, dus dat weet dan ik. Dan moet je toch eens op een brilletje zo'n lampjes kopen, want dat wordt het toch wel. Nee, man, dat wist ik toch heel gaar uit. Dat heeft er heel gaar niks mee te maken, man. Hier. Ja, laat dat wel eens zien. Moet je kijken naar de brillen op lampen. Toppertje. Ja, dat is het, hè. Dat is het. Kijk even, mijn jongens, die steert er ook nog op. Ja, die middels hier ook. Ja. Och, hé, dat is die ook al een beetje agressief aan het worden. Kijk, dan met geweren is in zaal. Ja, dat zit er al vroeg in. Maar ja, kijk, weet je, dan raken ze de agressie een beetje kwijt, man. Zou het? Ja, nee. Kijk, weet je, hij tennist een hele hoop. Nou, 3 keer op een dag gaat hij in die tennisbal toe. Wel, kerel, hij komt thuis van school of huppatee. Leg zijn spulletjes aan de kant, pak zijn tas en mijn klappen aan wat uit de street. Nou, ik ben er wel blij om, hoor. Eerlijk maar. Het is zo jong, wat te doen. Ik moest altijd huiswerk maken, ik thuis, man. Nee, dat doet hij tussen deuren. Hij had de goede cijfers ook. Werkelijk waar. Is goed. Als hij een 8 op zijn rapport had, dan is hij chagrijnig, want het had een 9 moeten wezen. Kijk hem. Nou, dan doe je goed je best. Goeie inslag. Goeie inslag. Vader van de bieren nog. Hé? Bij jou natuurlijk. Ja, dat had ik wel het op. Ja. Dat had ik wel het op. Vader was vroeger blij dat ik net kon leren. En zei, je oren punt en hier had je leren met... Ja. Nou, dat zal ik jou vertellen. Dik, jij weet dat mijn moeder die komt uit Oost-Groningen vandaan. Hè? En dan gingen die keien, die gingen dan bij de boeren gingen ze langer. Mot de rapport, om dat te laten zien, weet je. En de keien die het mooiste rapport kregen, hadden, dan kregen ze wat niks. En de keien wat een heel slecht rapport. Nou, die kregen een flinke fooi. Maar kijk, die kunnen later mooi op de boerderij werken. Zo ging dat vroeger. Werkelijk waar. Slim. Nou ja. Nou, van die boer. Ja. Nou ja, kijk, weet je, ze hebben er later wel in de vingers en snieën. Want op een gegeven moment wilde niemand meer werken voor die boeren. Ja. Je kan er natuurlijk heel erg slecht wezen voor mensen. Dan krijg je op een gegeven moment. Kom je hij het ongerst uit de kannen. Je krijgt best wel op je neus. Juist, wij hebben dat ooit gespeeld hierop. En zo is het wel. Ja. Hé? Inderdaad. God, kijk. Er staat nog een neefje van me ook. Jongen, jongen. Is hem even goed wat de familie? Nee, maar er staat 3 kleinkeiers van Fijker der Velde. Die staan nou hier in die krank. Dat is gewoon heel loor. Ik weet het nou wat er allemaal aan is. Dat is ook wel weer familie. Ja, dat is mijn schoonvader. Oké. Ja. Ja. Beste man hoor, eerlijk waar. Werkelijk. Vrouw zei ik altijd. Je kan me nog geen aard zeggen, want dat is direct staat het op YouTube. En dat dan, maakt me helemaal uit. Hij weet het wel. Vroeger maakte hij een programma, weet je wel, voor de EO. Dat was in de jaren 80. En dat heette God verangert mensen. En nou, dan kwam ik wel eens thuis. En dan stond Fijke, die wees aan het praten, weet je wel, met mensen. Dan had ik dat 2 tellen aan gekeken. Ik zeg, alsjeblieft, gooi dat gezeven van Fijker ook even uit, want ik heb er nou al zo'n keer aan gehoord. Dus, ik blijf mooi kijken. Nou, ik ben er bovenal, ik ben een booklezer en wat ook, want ja, ik had nooit in de gaten dat het later mijn schoonvader zou worden. Nou, ik moet stellen, perfecte man, werkelijk waar. Heb je het vergeven? Nou, of jij met mij te nee. Ja. Ik heb dus een keer teugen dat mijn zijt. Ik zeg, Fijker, ik zeg, je weet het toch, ik ben vrolijk orthodox.
Hij zegt, dat weet ik, je bent een echte huizer. Nou, dat bedoel ik. Ja. Kijk, je moet je nooit mooier veur dan een steedje binnen. Maar nee, dat is gewoon... Maar er gebeurt zo'n hoop. Ja. Een hoop mensen donderd. Een hele hoop donderd, ja, maar ja, dat donder ik dan maar uit. Je kan er beter gewoon maar eerlijk wezen. Dat is natuurlijk heel wat beter. Had jij dat nogal eens met het mensje van Huis en Museum? Ja, dat is een nieuw mensje. Ja. Ben je er al een keer geweest? Ja. Iedereen, ben jij er al een keer geweest, Huis en Museum? Ja. Ook bij dat nieuwe mensje al? Ja, is dat lieverd? Ja. Oh, nou. Ja. Nou, dan weten we allemaal dat we allemaal toch in het Huis en Museum doen. Ja? Ja. Ja, ze woont in het oude Derp. Oh ja? Ja, in de Vissersstreet. Dat had ik wel al lezen. Kijk hè. Ja. Dit is bij je werk. Ja, dat hangt nog. Ja, natuurlijk. Krijg je een hoop reiskosten weer. Nou ja, kijk, zit natuurlijk wel, kan er winnen natuurlijk aan de hele buurt. Als je in de Vissersstreet woont, dan woon je natuurlijk al midden in. Hè? Ja. Dat is al een museum. Ja. Ja. Ik heb de vrouw Verrukken gewoond. Achter in de Stieg. Ja. Achter de boerderij, ja. Bij Geesie in de Stieg. Bij Geesie in de Stieg. Ja, natuurlijk. Ja. En mevrouw Gooien die wonen ook vlak bij Geesie. Voor Geesie. Ja. Zie je het? Dat blok, dat lange blok wat op de kop uitkwam, hè? Ja. Teugen over Aliënwijg. Ja. Ja. Nee. Teugen over Jodi. Teugen over Jodi. Ja. Ja. Laat de klas padden. Gutten. Oh, teugen over Klaas Padden. Ja. 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 Wolde dat mensen van Karreslof er ook tijd? Nee. Die wonen helemaal achterin, toch? Nee. Die wonen van Hoek. Ja, mensen van Karreslof, dat wonen eerst eens. Nee, Gijs van Hoek. Ja. Ja, dit is Karreslof gewoond, dat weet ik dan wel. Zie je wel? Gijze moeder? Ja, Gijze moeder het hier woont, ja. Vanmorgen Gijs nog een spreukje. Tegenwoordig denk ik geen Karreslof meer. Ik zeg maar Brugman toch? Ja, dit is Karreslof gewoond. Zie je wel? Dat wijst een mens met een huis en muis op. Ja. En Karreslof die wijst nog wel eens bezeupen en die moest ze zeggen, ja, die lusten er wel hier op drie. Ja, dan moest hij wel op de kruiwagen weer buiten halen. Ja. Is Karreslof tegenwoordig nu? Nee, hem? Brugman. Brugman? Ja, praat zelden. Ja, echt hem gewoon. Hey, Brugman. Ja, nee, kan er ook wel wat van hoor. Over het al de zieken wel eens bij Nico. Nee, op de markt. Gijs. Ja? Jonge Gijsje Karreslof. En Gijs, dat is een tegelzetter. Ik vind het degene die hem niet kennen. Nou, eerlijk waar, dat was er een vakman hoor. Kijk hoor, die weet het al. De heren van Goedon, weet je wel. En dan was het zo. Een tegeltje? Ja, juist. Kijk, en dan was het zo. Dan was hij aan tegel. En dan was het... Mooi, hè? Mooi, hè? Moet je kijken. Geer nou eens op je knijen. Hey. Richten. Goh. Eens kijken. Prachtig, hè? En dan pakte die weer. Specie, weet je wel, op zijn tegel. Dan drukte hij hem de deugd aan. Hij kunt het geweldig netjes, hoor. Gelijk aan de boven. Kijk, ook de boel even gelijk dicht. Want de meeste tegels zitten in het nijt. Dat wij allemaal gehad. Gijs, hup, dicht. Kijk, zo hoort het, hè. Zo hoor je de tegel. Ja. Vakwerken. Ja, je weet wat hij zei, hè. Vakwerken. Ja, dat geeft niet, maar je had er wel kwaliteit. Ja. Kijk, je had er geen bomijs wat aan de wang zat. Ja? Nee. Kijk, ik bedoel, dat risico, dat loop je dan ook. Nou, voor kwaliteit, daar mag je gewoon een beetje meer van uitgeven. Zo is het gewoon. Een beetje meer? Is die het dobbelen van in de prijs? Nou, geen meer hoor. Hij heeft nou een beetje hobby nog. Hij is nou een beetje een hobby. Ja, maar de laatste jaren was hij toch wel een beetje aan het hobby. Want zijn minst, die werkte bij de notaris, hè? Ja. Ja. Dus Gijs, die was de laatste jaren een beetje een huisman. Nee, rustig aan. Ja, bol aan. Ja, ik denk er toch niet op in dat wilde werk. Ja, dat was dus het huisje van Karreslof. Dus Jansje heeft in de mond, ja. Jansje. Ja. Kijk. Mooi huisje. Prachtig huisje. Superkoud. Ja. Nou ja, kijk, dat was er allemaal alles tegen buren natuurlijk. Ja, meer was het niet. En daarachter had je dat lege huisje. Nou, steen. Ik ben door, ja. Ja? Nee, dat weet ik niet. Ik weet wel dat hij van die vreten geweest is. Die had zijn verfpul erin. Ja.
Ja. Ja. Met de voorbeeldje van Jentje van Aal. Jentje van Aal had een aangenaam zoon, dat noemen ze Gekker Gijsje. Ja. Gijsje was zo slim, dat hij had de hele buurt, die van de lagere school ging in de MAVO of in de HAVO. Ja. Mijn broer ging naar het museum, die kreeg wiskunde van Gekker Gijsje. Zo. Hij was zo slim, die kon op papier, het licht van Urk, het licht van Volendam en het licht van Huizen, kon die uitrekenen de driehoek van de... Van Volendam, Urk en Huizen. En je gaat op de achterkant van Luister maar door. Kijk. En mijn broer heeft het neergerekend. Het is echt waar gebeurd hoor. Ja. Op de keer, het klopte precies. Nou, die golfbellen. En die neemt ze gek de Gijsje. Ja, ja. Maar zo. Nou ja, kijk. Maar zo slim dat hij de koppen naar verwerken kon. Ja, maar kijk, gek en geniaal, dat leidt heel dicht bij elkaar. Hè? Dat heb je altijd te weten. Gek en geniaal leidt heel dicht bij elkaar. Ja, werkelijk. Nee, maar dat is echt zo. Ja. Vroeger. Ik vind niet de spiegel. Het is toch vreselijk. Jij bent het ook wat hoor. Hè? Ik? Ja, jij ja. Ik heb niks. Nee, natuurlijk. 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 Nou, hij nog wat? Nou, kijk hierop. Weet je waar dat is? Dat is bij de belater. Ja, die foto, maar wat staat hier op die foto? Echt even toch? Ja, wat staat hier op die foto? Hier, moet je die lampen van me gebruiken? Hier moet ik hem bijschijnen. Hier, taartje, kijk. Nou, ik schijn hem even bij. Weet je wat dat is? Jan Hakken. Jan Hakken, nou, dit. Hè? Dat is al niet op de vuurpagina. Jan Hakken staat erop. Werkelijk waar. Ging je zo hoog hierop? Ja. Ja, werkelijk waar. God, dat wij ze nog eens taaien, jongens. He? Dat is Jan Hekkers, de dochter is een tante van mij. He? Ja, dat is waar ook nog. God, dat is nog een beutje mee. Ja, ja, dit deed je met Arie het raad. Ja, klopt, het is een bus. Oma Arie. Dat is meer een beetje de serieuzere kant van de familie natuurlijk. Nou, dat, ja, dat schijnt. Ja, kijk, je hebt een goeie, kijk dan een kwaaie, kijk maar dat is de serieuzere kant. Dat is de kant die, ja. Ja, die ben een beetje netjes. Koen, ja, wij zijn ook netjes natuurlijk. Ebby, ja. Met ja. Een beetje, ja, maar Ebby is weer familie van mij. Is die net netjes dan? De netjes dan. Ja, ik vraag. Emmetje die was heel netjes, ja. Was, ja, inderdaad. Nee, werkelijk waar. Nou, ja, ja. Dat je een uitgelezen nou. Familie binnen wij. Ja, dat geloof ik ook wel. Een hele reputatie in, ja, in de loop der jaren op de bouw. Klopt ook. Om het dijk. Bij Derp. Om het dijk, ja, nou om het dijk, had je. Nou woon ik geen meer in Derp, ik woon in Blerkom, maar ja. Kijk, hier heb ik nog... Hey, Derp, hier heb ik nog een jol van me. Hier, kijk. Hé, Kees, we wonen gelijk bij elkaar. Ja. Hey, nee, ja. Wil jij ook een Blijdekom? Ja. Kees zit, God, Kees zit wat doel je uit toch? Kees zit hem. Opvallend. Mijn hart laat in Derp zitten, maar ja. Ja, ja. Jullie hopen nog een keer dat Blijdekom geannexeerd wordt door de Derp. Wij troosten elkaar, hè? We hebben wel daar gewerkt op. Zijn we Derp verkwanseld? Ja, verkwanseld, werkelijk waar, eerlijk waar. Nou ja, daar heb je toch helemaal niks aan. Als je Derp had gekregen, dan kon je Blijdekom. Kees zit ook, maar helemaal met Derp. Hey. Nee, de heer Blijdekommer is nou Sudeten, Blijdekommer ze noemt. Sudeten. Ja. Maar we blijven in Derp, hoor. Ja, inderdaad. We blijven huizen, hoor. Ja, toch wel? Ja, echt hoor. Hey, kijk, hier heb ik nog een jol van me in de krank. Werkelijk waar. Hoeveel heen je er eigenlijk? Ik heb er heel hot voor. Maar dat weet jij toch? Dat weet jij toch? In elke kelder. Dat heb ik al wel eens eruit. Dat weet je zo net. Ja. Kijk, die zit er achterin. Oh, ik zie hem, ja. Ja. Kampioenen worden, hè? Zo. Ja. Sleermel zo'n plankje, weet je wel. Over op zo'n tafel. Allemaal sleermel zo'n plankje. Wat een gedoe, heerlijk waar. Kijk, vroeger liep ik altijd op het voetbalveld. Kijk, die leidt er gewoon een beetje mijn hek. Ik ben nog steeds voor een clubje uit het zuiden van het land, hoor. Nou, ik het heel slecht, motsen, maar... Maar ja, nou ging ik met de jongen en die sliet allemaal tegen een plankje aan. Maar hij is er toch weer kampioen mee geworden. Ja. 2 jaar voor onder mee begonnen, vorig jaar kampioen worden, nou weer kampioen. Dan denk ik toch, nou... Een topper is het. Werkelijk waar. Heeft hij niet van mij? Maar jij bent ook een deurzitter, toch? Een deurbijter, of ja, maar op een aardvlak. Ja, ja.
Oh, van dit het ook op die foto. Ja, ja, ja. Ik bedoel, dat moet wel een beetje onderscheid wezen natuurlijk. Je kan niet alles hebben, hè? Nee, natuurlijk niet. Je moet de keuzes maken. Ja, dat vind ik nou wel. Jongen, jongen, jongen. Nou, ga je nog met? Nou, weet je, het hele geval is de laatste tijd wat die krenkt. En maar attenties met de spaar. Hier een spare rips. Hier een spare rips die erin. Maar in huis. Je zegt het wel over spare rips. Ja. Ja, nou ja. Nou, de wethouder Peter van Herskamp, dat is ook de laatste keer dat ze wat te doen heeft. Want dat is ook over natuurlijk. Zou het? Ja, dat zou het. Dat is ook zo. Ja, over 4 jaar misschien weer, maar nee, dat had jij niet alles uit. Ze hebben niks meer in te brengen hoor. Ik zeg, moeten we nou wat met Karel gaan bespreken? Nou, Karel heeft niks meer te zeggen, dus. Nou, geen onze eigen gang natuurlijk. Hè? Dus ja, dat kan Wissel wel beamen, want die zat gisteren bij de coalitiebesprekingen. Nou, is het nog een beetje een aardige deur, kom ik Wissel of. Aardeweek. Steert Aardeweek een blaadje? Ja. Oh, kijk hem. Deze week nog niet? Nee. Aardeweek. Is die Holgoed van de beste vader ook bier op een heumen? Of. Aardeweek. Nou, dan gingen we Aardeweek. Dan gingen we wel even bekijken. Zie je dit? Het is zo jammer dat we daar. Nee? Nou, Maxima die komt op de boven toe. Ik wist niet. Wist jij dat niet? Ik wist niet dat ze zoveel weg hadden dat ze dit in opgesloten hadden. Man. Ja, weet je, het is over het oog. Kijk, wat Keuringsdag dacht ik over het oog. Nou ja, zou ze een beetje keitser willen wezen? Zet er eigenlijk op slag in en schreef een plekje in de bodem, zit er toch? Ja, ja, nou ja. Ze is er eigenlijk al aan het voorbereiden natuurlijk. Nou, ik denk dat ze het eenmaal gezien hebben, dat ze daar gericht wil gaan zitten. Ja, en we zien jou naar te vreugen om een stukje huis het toneel dit te doen. Nou, dan gaat ze er helemaal niet over natuurlijk. Mag niet eens komen. Ja, dat heb ik ook gelezen, ja. Ik denk, ik meld me aan, maar... Nee, ja? Nee. Slechte reputatie, denk ik. Ik weet het niet. Ja, daar binnen smitjes natuurlijk. Hoe is het, de papklok, is het al zover? Ja, 1 minuut nog. 1 minuut nog? Ja. Nou, ga jij nog 1 minuut voor de papklok? Want ik bedoel, de net kwam die teugel, hij zegt, je moet er wel opschieten. Maar zometeen nog in de papklok. Je lui weet toch wel wat de papklok is, hè, Jero? Nee? 9 uur toch? Om 9 uur in het dorp ging altijd vroeger de papklok. Dan ging die luien van de oude kerk. Ja. En dan moesten de mensen pap gaan eten. En 9:15 dan kunnen ze erop bij NL. Ja, natuurlijk. Ze moesten vroeger op. Ja. Ja. Dus je bent daarna toch weer op de hoogte te komen van de papklok. Dan stemmen ze ook om 6 uur op natuurlijk. Maar hoe deden ze dat dan op konkiesavond? Dan namen ze geen pap. Oh, dan namen ze geen pap. Dan gaven ze pap. Sjoen. Tjoh, dit is toch speelapparij ook hier wel. Schandaal. Ik dacht, nou, het is nog een verzoelig huiscafé, maar er komt geen zin in, hoor ik uit hoor. Speelapparij? Ja, natuurlijk, speelapparij. Ja. 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 Nou, hè. Nou, weer een sluiting rond de vierde Keuringsdag, dat hebben we al gehad, dat weten we nou al. Nou, die pit niet te mijnen. We hadden wel mooi mee. Ja, natuurlijk. We hadden prachtig weer. En niks over het keffertje. Nou, nee, ja, man, weet je wat dat is? Dat zei ik al tegen Jenny, ik zeg, ik moet nog steeds moet koffie in drinken. Ze zegt, maar je moet het wel doen hoor. Ik zeg, maar ik wilde eerst even met jou gaan praten, voordat ik tot die keffer aan de rij ging. Dus nou, ik ben hartstikke serieus aan de praten geweest, dus ik heb toch op een HOV heb ik het ook gehad. Ik denk, ik wil toch eens eventjes weten nou dat het allemaal zit. Ja. Ik zeg, moet je, kijk wat, die meid van Dirk van Gip van Henk Motheer, die is er altijd veel op teugen geweest, die hele HOV. Nou, ik zeg, Jenny, ik zeg, het is toch heel erg aan niks. Ze zegt, ja, maar weet je wat is, we hebben tot de tijd eenmaal een zijd van, ja, we willen er in Michiel in het verhaal. En als we nou gaan stoppen, ja, dan moeten we 750.000 euro boete betalen. Ja. Ja? Ja. Dus en aan de andere kant willen we natuurlijk wel dat er een HOV komt. Maar ze hadden al uitgerekend, de 310 die nou rijdt, D is, of 320, D is 3 minuten sneller
als dat snelle ding van de HOW zou gaan rijden. Nou, dan denk ik toch bij mezelf, jongens. Hè? Aan de andere kant zei ze, ja, het enige probleem wat er is, dat is niet hier een derp. Dat leidt langs de snelweg. Die moet een extra vrije baan voorkomen. Binnen zijn ze niet bezig. Die binnen zijn niet bezig. Nou ja, dat leidt er al zo wat. Dus dat heeft helemaal geen 112 miljoen te kosten. Dat kan veel minder. Maar ja, ze gingen toch met elkaar praten met de provincie of het niet op een aardige manier kan. Ik zeg, dat is een heel wijs besluit. Ik zeg, we centen vermorselen nou een huis. Ik heb met Karel toevallig gesproken. Oh. Ik zeg, hoe is het met Neder? Wil je hem nog kopen? Ja. Nee man, dat was maar een grappie. Ik zeg, een grappie. Dat is een duur grappie geweest voor hem. Een grappie voor hem. Ja, nee, ja. Hij was knap de laatste tijd, denk ik. Nee, maar kijk, dat is natuurlijk de onnoorzele praten die man enkel maar uitkreemde. Werkelijk waar. Hij is geen keizer meer. Nee, hij is keizer of. We krijgen nou een vader Diba krijgen we natuurlijk. Ja, waarschijnlijk. Een vader Diba krijgen we. Maar die is wel wat makker, denk ik. Ja. Nou, Lijkeijer, zou een bakje gewil? Eerst maar een bakje, ja. Of, oh, nou kijk, iedere wil ook nog even wat zeggen. Eventjes. Ja, ik ook nooit alles mag. Je mag een aantal bij ons aan tafel komen, Rijn. Stand voor zaken van het woordboek. Moeten we je nog een beetje jongens steunen of lukt dat zo?